De vragen blijven omtrent de ontslagen, maar ook omtrent de herstructurering en ook vooral of er nu al of niet wachtlijsten zijn. En vandaag gaan we dus in overleg eerst met de vakbonden, dus de drie afvaardigingen van de vakbonden. En dan komt ook natuurlijk de voorzitter van de Raad van Bestuur van het agentschap aan het woord, de directeur, ook de directeur regionale dienstverlening. Er zijn heel wat cijfers die naar boven komen over 5000 nieuwkomers die wachten op een cursus maatschappelijke integratie. En als, als we weten dat inburgering zo belangrijk is, is het onaanvaardbaar dat er zoveel nieuwkomers wachten. De minister-president beweert dan dat er geen probleem is, maar dan is het toch onbegrijpelijk dat men dan een objectieve audit weigert. Want dan is het uitgeklaard. Dus men weigert eigenlijk transparantie te geven. Ik heb dat persoonlijk wel zelf gesteund, maar er waren twee andere partijen, CD&V en N-VA, die dat geen goede zaak vonden in de hoorzitting. Dat dat een foute beeldvorming is en we willen vooral goede antwoorden van de minister krijgen. En je kan op veel manieren doen. Je kan vragen stellen in het parlement of je kan ook een werkbezoek brengen en dan aan de mensen een aantal heel duidelijke vragen stellen.